Joey, proficiat met deze mooie overwinning vandaag. Wat steviger in de middenmoot nu. 3 goals maar liefst. Nou, je stond de laatste doelpunt was tegen? TOGB, ook op een woensdagavond. Dus ik denk dat ik op woensdagavond moet gaan spelen. Vertel de woensdagavond. Vertel, want ja, eerste doelpunt ging er lekker in. Toen kwam de penalty, geloof ik. Hoe is de wedstrijd gelopen volgens jou? Nou, ik denk dat we het eerste kwartier gewoon goed beginnen. Net als afgelopen zondag tegen Gemert. Ja, ik denk dat we na de afgelopen wedstrijden tegen wat betere ploegen nu ook wat meer in ons spel kunnen komen. Hè. We kunnen wat meer voetballen. Alleen ja, jammer dat na het eerste kwartier het een beetje inkakt. In de rust hebben we dat goed besproken. En volgens mij zie je na rust weer de eerste 5 minuten een beetje een tam OJC en daarna weer gewoon volle bak. Ja, volle bak. En uiteindelijk 5-0, een mooie einduitslag. Op een gegeven moment werden er een aantal wissels toegepast. Dat is ook wel lekker, hè? Want daarna liep het nog steeds goed. Ja, zeker. Ik denk ook, het is sowieso fijn als de trainer gewoon iedereen kan laten spelen. Alle andere jongens trainen ook gewoon hard en die verdienen in principe ook wel een plekje. Maar het is inderdaad fijn als je zit als team gewoon lekker in de wedstrijd. En dan kunnen ook de wissels fijn invallen. Goed, nou Joey, nogmaals proficiat. Succes zondag tegen Baronie, uit. En nou ja, we zien elkaar dan. Succes. Zeker, dankjewel. Merci. Max Schappen, gefeliciteerd met deze mooie overwinning vandaag. Ja, vandaag weer lekker in de basis. Een tijdje geleden stond er anders voor. Hoe voel je je nu? Ja, het werd tijd dat de trainer het een keer in ging zien. Nee, gekkigheid. Ja, voelt natuurlijk altijd lekker. Tweede keer achter Kano in 4 dagen. Wel even wennen aan de benen, maar ja, altijd lekker natuurlijk. Altijd lekker. Dus ja, hoe vond je het gaan over het algemeen? De hele wedstrijd gezien? Persoonlijk of voor het team? Persoonlijk en zowel als met het team. Persoonlijk denk ik dat ik goed begin. Daarna als team zijn er allemaal een beetje moeite ermee. Tweede helft denk ik gewoon dat we met z'n allen een goede wedstrijd hebben neergezet. En ja, gewoon hebben laten zien dat de punten hier moeten blijven. En 5-0 is echt genoeg denk ik. Ja, want als je zegt, in het begin wat moeite, eerste kwartier. Ik vond eerlijk gezegd zelf het eerste half uur wel sterk. Dan kakt het een beetje in, om het zo maar te zeggen. Wat wordt er dan gezegd tijdens de rust? Ja, dat we gewoon weer net zoals het eerste half uur verder moeten gaan. En in de tweede helft net meteen meer knallen, druk zetten vooruit. En je zag dat Dongen daar lastig mee had, moeite mee had. En meteen die goal maken, ja, dan is het op zich gespeeld, denk ik. Nou, in ieder geval Max, goed te zien dat ik weer een andere Max zie dan een paar weken geleden. Lekker in de basis nu en goed bezig. Proficiat. Dankjewel. Rick Wels, proficiat met deze overwinning vandaag. Zondag ingevallen en vandaag ook weer. Hoe heb jij het gevoel hieraan overgehouden, deze invalbeurt? Ja, ik heb er een prima gevoel aan overgehouden. Ik vind het leuk dat ik minuten kan maken, ook bij 1. Dus goed gevoel. Ja, want je bent nu wel steeds bij de selectie geweest op de bank of ben je ook bij onder 23 meegedaan? Ja, ik heb ook 2 wedstrijden bij onder 23 gespeeld, dus was wel weer leuk dat ik erbij zat. Hoe is dat nou om in te vallen? Ben je dan gelijk in het ritme? Ben je ingespeeld op het team of hoe gaat dat? Ja, ik vind het wel wat lastig om in te vallen, want je zit toch 70 minuten op de bank. Maar met team voel ik me goed thuis, dus ik vind het wel lekker. Nou, in ieder geval goed te zien dat ook een van onze jeugdspelers weer is ingevallen vandaag. Ja, dat belooft wat voor de toekomst. Rick Wels, nogmaals proficiat met deze overwinning. En wellicht tot zondag tegen Baronie. Ja, dankjewel. Willem Leushuis, gefeliciteerd met deze overwinning vandaag. Ook wel lekker weer op een woensdagavond winnen we 5-0. Ja, dat is niet slecht. We hebben nu 2 woensdagavonden 6 punten gepakt. En daar zijn we heel blij mee. Ja, en ook wat steviger in de middenmoot. Emiel gaf zondag al aan tijdens het interview van nou, als we woensdag winnen tegen Dongen, dan hoeven we niet meer naar beneden te kijken, maar dan kijken we wat meer naar boven. Klopt dat? Ja, als je 12 punten hebt, dan kijk je naar boven. Maar ik denk dat we zeker niet tevreden moeten zijn. We moeten gewoon vooruit kijken en Baronie is de volgende uitdaging. En het kan allemaal nog wat beter en wat sneller en nog beter eigenlijk. Omdat als je ziet dat we de eerste 20 minuten de beste spelen tot nu toe, dat was echt genieten op de bank. Scoor je 2-0 en dan inderdaad kakt het in. En het is jammer dat we dan niet de goede oplossingen kiezen op dat moment. Oké, en ja, goed, aanstaande zondag dan tegen Baronie. Wat ga je tegen de jongens zeggen dan als je zegt van nou, de eerste 20 minuten sterk spelen, op een gegeven moment kakt het in. Hoe ga je dat voorkomen dan? Hoe ga je dat voorkomen? Ja, nee, kijk, weet je wat het is? Ze leven met de wereld van 2-0 en dan gaan ze toch een beetje, verslappen.
En dat zag je vorige week ook. Ging heel makkelijk afgelopen zondag tegen Gemert de eerste helft. En dan na rust dan is het ook weer een soort van onderschatting. En de taak aan de staf is om dat ze scherp blijven. En ze moeten elkaar onderling ook scherp maken en corrigeren. En de energie van de eerste 20 minuten, als ze dat hele wedstrijd kunnen brengen, ja, dan zijn wij voor elke tegenstander een heel moeilijke kloppen team. Maar op het moment dat wij denken van het gaat allemaal even makkelijk en we stoppen er minder energie in, ja, dan zijn we door iedereen ook te kloppen. Nou, in ieder geval na de rust is het weer herpakt. Energie werd er weer ingestopt en er werd 5-0 gemaakt. En dan ben je in de luxe positie door een aantal hele goede jeugdspelers te kunnen wisselen. Zoals Rick Wels en een Tijmen Dekker en een, moet ik even denken, Moerad Hassan, weliswaar geen jeugdspeler, maar, en Bram Lederen. Ja, vanwaar die goede zet op zich, maar leuk dat iedereen speelt. Maar ben je daar tevreden over? Waar ben ik? Over hun inzet op de laatste kwartier. Ja, wij zijn super tevreden over die vijf invallers. En het is een luxe en een wilde dat je 5-0 voor staat en je kunt dan iedereen bedienen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die jongens trainen ook hard. En die kunnen laten zien in die 20, 25 minuten wat ze allemaal waard zijn. Goed, dat was eigenlijk precies mijn vraag. De luxe positie dat je dan de jeugdspelers die op behoorlijk niveau mee kunnen doen. Aanstaande zondag tegen Baronie. Wat denk je daarvan, Willem? Ja, ik vind dat we... Kijk, weet je wat het is? Als je promoveert vanuit de hoofdklasse naar derde divisie en je hebt wat nieuwe spelers erbij, dan is het toch wennen. En na een zeer rommelige voorbereiding, ja, daar kom ik toch wel even op terug, zijn we echt zoekende geweest. En we komen er steeds meer achter wat er bij komt kijken om in de derde divisie te presteren. En ik denk dat we nu ongeveer op het punt zijn dat we weten wat er nodig is in die derde divisie. Daar hebben we de eerste 3, 4, 5 wedstrijden best wel last van gehad. En nu zit er wat meer balans in de ploeg. En ja, ik denk dat we op de goede weg zijn. Goed, dankjewel. Zondag weer een weerzien met Baronie vanuit de hoofdklasse nu in de derde divisie. Heel veel succes gewenst en nogmaals proficiat vandaag. Dankjewel, graag gedaan.